Wat sta je zo bij de ingang te doen? Ik ben koekjes aan het verkopen voor het KWF. Breda Nu. De 6e editie van de Belkrum Wintermarkt zat vol met winterse sferen en een vleugje magie. Op de Speelhuislaan vond je kleine ondernemers met zelfgemaakte producten, bijzondere optredens en heerlijke hapjes en drankjes bij een warm vuurtje. Loopt het een beetje vanmiddag? Ja, alleen het weer is wat minder, dus daarom zijn er wel wat minder mensen dan vorig jaar. Maar verder rest gaat het best wel goed. Wat ben je allemaal aan het verkopen? Kaarsjes, sokken, boekenleggers, kettingjes en plantjes. Wat bent u aan het doen, mevrouw? Ik ben een kralenketting aan het maken om nog even iets op te pimpen wat hier in de kraam ligt. Maar mensen kunnen een workshop bij u bijwonen? Mensen kunnen je inschrijven voor een workshop. Wij komen bij de mensen aan huis. Minimaal 6 personen. En dan komen we gezellig een workshop geven in een tapasplank of macramé verenhanger. En binnenkort gaan we ook op de stekmarkt daar in het restaurant een workshop geven. Maar daar moeten we nog een beetje bekendheid aan geven via Facebook of Instagram. Ontbreken. Wat ben je aan het doen, Bart? Ik ben meester O.O. Denneboom. Ik sta anders altijd in het bos met mijn worteltjes in de koude grond. En in de winter dan kom ik hier naartoe. Ze hebben jou uitgegraven nou? Ze hebben mij uitgegraven, ja. Zeg, en een draaiorgel erbij zie ik? Ik heb een draaiorgel, de meezinger. Kunnen die? Dus de mensen, als ze willen, dan kunnen ze ook meezingen. Kunnen hem demonstreren? Ja, dan moet ik hem weer helemaal even opstarten. Ik zou ook doen. Ja, zou ik dat doen? Maar dat duurt even, hè? Wij hebben alle tijd. Oh. En kopen de mensen wat bij je? Ja, heel veel mensen kopen de kaarsjes, want er komen dan glitters in de kaars, zeg maar. En ja, dat vinden de meeste mensen wel erg leuk. Wat sta je zo bij de ingang te doen? Ik ben koekjes aan het verkopen voor het KWF. Koekjes aan het verkopen voor KWF? Ja. En loopt het een beetje? Ja, nu wel. Ja? Heb je ze zelf gebakken? Ja, helemaal zelf. Echt waar? Ja. Hoe lang ben je ermee bezig geweest? 2 dagen. Zo. En hoe heet jij? Evie de Jong. Evie. En dat gaat aan het KWF? Ja. Hoe ben je op dat idee gekomen? Toen mijn opa 5 jaar geleden kanker heeft gekregen. Toen dacht jij, daar moet ik iets voor gaan doen? Ja. Ik wens jou veel succes en volgens mij gaat het goed lopen. Ja, dank u wel. Breda Nu.